Hallo camperaars, hartelijk welkom en leuk dat u weer naar mijn kanaal kijkt. Toen we van Camper TV Ludo Minne met zijn vriendin uit België in Frankrijk tegenkwamen, viel het ons op dat ze veel spullen bij zich hadden. En natuurlijk wilden we van Camper TV weten wat daarachter zat. In deze video vertelt Ludo ons hoe dat zit. Ik kom uit België, maar ben gevestigd op een camping in Nederland en nu op reis naar Torremolinos. U gaat naar Torremolinos. En wat gaat u daar doen? Vakantie. Ja. Vakantie. Dus echt 6 maanden. Rusten. Echt overwinteren, zoals wij in België noemen. Ja, zo noemen we dat in Nederland ook. Ja. 6 maanden is een hele lange vakantie. Het is een hele lange vakantie, maar het is toch plezierig. En zeker met mijn vriendin, die aangezien dat die zwaar reuma-patiënt is, is dat weer veel beter daar dan hier bij ons. U heeft heel veel spullen bij u, zoals we kunnen zien. Ja. Dat is een grote combinatie, hè? Het is een heel grote combinatie, maar het is ook voor 6 maanden daar te zijn gemakkelijk. Geen een auto huren, auto bij. De elektrische fietsjes meegenomen, dus dat is altijd een plezier. Ja. En staat u daar op een camping in Spanje? Ja, op camping Torremolinos zelf. Ja. Dat is juist naast de luchthaven van Malaga. Dus Los Alamos, en dat is er heel gezellig. Doet u dat elk jaar? Dat is nu toch het 4e jaar. Dat we het doen. En ik moet het zeggen, het is genieten, anders gaat je niet terug naar hetzelfde natuurlijk. Maar het is genieten daar. Ja. En kent u de mensen al die daar komen? Er zijn heel veel Zweden. En die Zweedse mensen die kennen wij goed. En we zijn opgenomen in de Zweedse groep. En dat is altijd, alle dagen is dat er feest. Alle dagen. Dat is echt gezellig. Even over uw combinatie. Hè. U heeft dus best een grote camper en daarachter nog een tandemasser aanhanger met een auto erop en daarachter nog 2 elektrische fietsen. Is het lastig om daarmee te rijden of valt dat mee? Voor mij is dat niet lastig. Ik heb altijd met een grote camionet gereden voor het werk. Maar deze gevoelt dat niet. Het is dat ik een camera er heb opstaan van achter. Want als ik die camera er niet heb, dan kunt je alles in de oog houden. Dat is geen enkel probleem. Dat rijdt hetzelfde als een auto met een aanlengwagen eraan. Dus voor mij is dat geen enkel probleem. En rijdt u ook wel eens over smalle weggetjes? We hebben zelfs eens een paar keren dat het zo smal was dat we de combinatie hebben moeten losmaken. De auto afrijden, de auto de aanhanger naar boven terugtrekken en dan zo terug achteruit. En dan terug alles aansluiten voor een andere weg te nemen. De GPS is echt niet altijd het juiste hoe dat je moet doen. Hè. Nee, en doet u dat wat als dat gebeurt? Vindt u dat? Nee. U wordt daar niet zenuwachtig van? Nee, ik word niet gemakkelijk zenuwachtig. Nee? Nee. Als dat gebeurt, gebeurt dat. En hoe minder zenuwachtig dat je bent, hoe gemakkelijker dat het alles oplost. En anders heb je problemen natuurlijk. Hè. Heeft u nog tips voor mensen die twijfelen en die eigenlijk ook wel zitten te denken om, ja, ik zou dat ook wel willen, dat overwinteren. Wat komt er allemaal bij kijken? Ja, ten eerste, je moet een tijd hebben, pensioen zijn, hè, zoals ik erop ben. In de mogelijkheden beschikken, want ik ken ook heel veel mensen die dat willen doen, maar de mogelijkheden niet hebben, dus financieel. Het is toch een aankoop van een camper. Aangezien dat die camper, ja, je weet dat je overgewicht hebt, ja, dan neem je daar een aanhanger. Stop je het meeste gewicht in het autootje op de aanhanger en dan, rijd je zo door, maar dus, met die hele combinatie, ja, dan zit je gemakkelijk aan 150.000 euro. Hè. Ja, dat moet je natuurlijk maar zomaar wel even kunnen hebben. Hè? Ja. En hoe doet u dat? Want u woont in Nederland, begrijp ik, hè, tijdelijk. Ik heb een referentieadres in België, hè, dus bij vrienden. En dus ik mag naar het buitenland, maar zij moeten ervoor zorgen dat als er post komt voor mij, dat ik op de hoogte gebracht word. Ja, een referentieadres, daar bent u dan ingeschreven bij de gemeente, zeg maar? Op die persoon zijn adres, maar ik mag er niet wonen. Nee. Dus ik mag er niet bij die persoon wonen. Als ik daar woon, ja, dan is het teken dus dat hij dan belastingen moet betalen voor mij. En nu moet hij niets. Zelfs als ik iets doe dat buiten de schreef gaat, laat ons maar zeggen, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor mijn daden. Ja, dus het is eigenlijk alleen een postadres in Nederland? Het is. Of in België? Postadres, maar dat mag ook niet meer in België. Dus een postadres, omdat je, ja, met een postadres word je niet verwittigd. Nee. Dus dat is een brievenbus en zo, en daar wordt alles gedeponeerd. En moet je maar zien of iemand een opdracht geeft voor die bus gaan open te doen en zo. Dus, maar een referentieadres, dat is goed.
Ja. En zomers bent u dus zeg maar hier in België-Nederland, hè? Ja. Ja, zomers dan zit ik op de caravan of ik toer rond in Nederland met een mobiloom. Dus zonder de aanhanger. We hebben ook nog een caravanneke. En dan rijden we zo eens naar de Moezel en zo met de caravan. Dus dat is ook, en die komt dan achter deze auto? Nee, dat is nog met de personenauto. Ja, ja. Nog een andere. Oh, u heeft ook nog een personenauto? Maar we wisselen zo wel. Ja. Maar de mobiloom die komt dan in Nederland, in Ossenisse in feite, op de camping. En die komt daar dan te staan. En dan rijden we zo nog verder rond. Dus ik ben altijd weg. Nou, ik denk dat we met deze video een aantal vooroordelen wel weg kunnen nemen. Hè? Want mensen die zien u natuurlijk wel eens rijden, dit soort combinaties. En die denken dan van, ja, wat wil je allemaal nog meenemen? Hè? Wat moet je allemaal meenemen? Maar u gaat wel 6 maanden overwinteren. Hè? Ja, ja. Je moet toch rekenen, het is een grote mobiloom. Maar in feite, toch maar klein van binnen dat je zit. Hè? Dus normaal gezien ben ik ook nog van plan van een buitentent. Als ik in Tormelins voor 6 maanden zit, dan zit je toch nog een beetje buiten als nu. Slechter weer is, ben je verplicht van binnen te zitten. Ja. Dus dat is ook nog eens is wat anders, maar voor 6 maanden. Ja. Wat is er met uw koelkastrooster gebeurd? Die heb ik gisteren nieuw opgezet. Dus blijkbaar heeft die niet goed geplakt langs de ene kant. En gisteravond als we stopten voor te gaan tanken, ging ik kijken en ja, dat was weggewaaid. Dus daar moet nog even een nieuwe op? Daar moet een nieuwe op. Dus ik weet er in Tormelinos een caravanning. En dan zal ik daar een nieuwe gaan halen. En kan die er weer proper op. Ja. Maar nu moeten we onze plan trekken, zoals dat met alles. Ja, we zijn nu in Frankrijk, in de Champagne-streek, in Renville. Waar gaat de reis vandaag naartoe? Vandaag proberen ze ver mogelijk te gaan altijd. Dat is richting Montpellier. Ik denk niet dat we Montpellier gaan halen. Dus maar daarvoor en dan zoeken we weer terug een overnachtingsplaats. Om dan morgen weer verder te rijden. En dan rijden we zo naar vrienden. Eerst nog in Calpe. Een paar dagen. En dan daarna is het één trek door naar Tormelinos. Ja, rijdt u via de tolwegen? Het is het snelste dat je kunt doen. Ik mag maar met de combinatie 90 rijden. Dus 90, 95 rijd ik. Als je dat elke keer via de gewone wegen moet doen. En de rotondes. Zoals hier in Frankrijk en in Spanje zijn. Nee, dat is, dan pak ik de tolwegen wel. Dat is, ik denk in prijs, als ik het verbruik van de mazoet neem, of ik de tolwegen neem, ben ik hetzelfde uitkwam. Dus pakken we de tolwegen. Heel leuk dat u even voor de camera van Camper TV wilde komen. En een hele fijne winter in Spanje. Graag gedaan. En ik zie er naar uit om dat mee te maken. Dus voor van Camper Contact. Ik had het nog niet van gehoord. Wel Camper Club. Daar zie ik dagelijks een. Dus bij Camper Contact nog niet. Maar ik, Camper TV is het. Of Camper TV. Dus dan zie ik er echt naar uit. Dat het uitgezonden wordt. En dan kan ik er ook misschien nog eens een bijdrage bij doen. Achteraf of zo. Dank u wel. Absoluut.